Nou jongens, terug in Nederland, terug op het nest. En dat betekent dat we nog een aantal previews moesten doen vanaf de E3. Met liefde doen we dat natuurlijk voor jullie. En het is een game die zowel Tom en ik hebben gespeeld en zowel Tom en ik heel veel zin hebben. Namelijk Titanfall 2. We gaan weer Titanfall roepen. Roepen. Nice. Jinx, overigens ook. Ook nice. En ik moet zeggen aan Zelda denken. Roepie. Maar het niet uit. Titanfall 2, hij komt eraan. We krijgen een singleplayer story modus, maar dat is niet waar Tom en ik mee aan de slag zijn gegaan. Nee, het was namelijk een vergit multiplayer potje. Dat is natuurlijk ook wel waar Titanfall op voort moet borduren. Die ijzersterke multiplayer. Ja, maar ik vond het daardoor wel heel erg moeilijk. Daarom ben ik blij dat jij de game proeft en ik niet. Maar ik vond het daardoor wel erg moeilijk om het verschil tussen deel 1 en 2 exact te definiëren. Nee, maar dat is wel het punt. Ik heb dit ook al beschreven in de geschreven preview. Het is heel erg gewoon voortzetten met wat ze al hadden. En grafisch absoluut niet. Grafisch lijkt het heel erg gewoon, als je Titanfall 2 speelt in de multiplayer, denk je echt van, nou ja, dit is gewoon een soort van dik, enorm DLC-pakket voor deel 1. Maar dat vind ik op zich ook geen probleem. Ze houden de kern vast, maar ze breiden er gewoon op uit met echt tal van nieuwe Titans, nieuwe wapens en heel veel nieuwe gadgets. En dat vind ik gewoon tof. Ja, dus we waren gewoon tevreden met de gameplay die Titanfall 1, nee, niet groot maakte, want de game kwam alleen op Xbox en PC, maar in ieder geval populair maakte onder een aantal groepen, of een redelijke groep gamers, namelijk het seamlessly altijd op de muren kunnen lopen. Het is een dualisme. Dat deed Titanfall voor de mensen die het niet kennen. Het is echt een dualisme en het doet het zo ontzettend goed. Het is net zo leuk om een Titan te zijn als een pilot. En je maakt als pilot net zoveel kans tegen een Titan als andersom. Omdat je die mobiliteit hebt als pilot. En als Titan heb je natuurlijk gewoon dat je alles naar de kloten kan helpen. Ja. Dus dat is wel... Ik had dat wel meer kills als een Titan, hoor. Ik was op zich, ja, op de Spectres en zo. Maar ik kon als pilot kon ik ook aardig nog wel een boel Titans neerhalen als je het goed speelde. Van boven zo en dan dat ding eruit trekken. Ja, dat bijvoorbeeld. Maar ook gewoon met granaatwerpers en zo. Dat was best wel... Nee, okay. Ik vond het altijd, het was altijd een leuke tweedeling in die multiplayer potjes. Dus ik heb er altijd heerlijk van genoten en dat blijft er gewoon in. Zij het nu dat het gewoon stukken uitgebreider is. Noem eens wat van die uitbreidingen. We hadden natuurlijk in Titanfall 1 hadden we 3 Titans. Ja. Daar komen er nu 6 bij, zodat je er in totaal 9 hebt. Maar de oude blijven er wel in? De oude blijven er als het goed is wel in. Daar zijn ze ook niet helemaal duidelijk over geweest wat er dan nog aangepast wordt. Maar dat valt op zich wel op. Je hebt 2 nieuwe Titans die werden dan in onze persdemo getoond. Dat waren Iron en Scorcher. En het leuke is dus ook dat de Titans nou, blijf je het leuke, dat is een beetje een twijfelachtig gevalletje vond ik. Iron is heel erg gericht op lasers en op gadgets en dergelijke. Scorcher is een soort van vlammenwerper Titan. Maar de Titans in Titanfall 1 waren eigenlijk een soort van allrounders. Kon je alle wapens opzetten, alle gadgets opzetten. Zodat je hem zelf kon samenstellen. Maar nu heb ik toch weer het idee, ze maken nieuwe Titans. Maar die geven ze een thema. Dus ze sturen ze je wel een kant in. En ik ben benieuwd of je dan nog steeds die mogelijkheid hebt om dat ook te tweaken. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Ik denk misschien wel dat ze de eerste 3 Titans gaan beperken nu. Ja, want anders zouden die superieur zijn, want dan kun je alles mee. Nee, ja precies. Maar dat vind ik een beetje, dat zou een twijfelgeval kunnen zijn. Want in Titanfall was het gewoon zo vet om jouw Titan te hebben. Want dat was jouw Titan. Dat was jouw body met jouw specifieke wapens en jouw, weet je wel precies, de gadgets die je wou. Wil je dat die wel of niet kan exploderen in een grote nuke? Ja, precies. Dat moeten ze er wel in laten, hoop ik in ieder geval. Want ik weet dus niet, Iron en Scorcher doen het heel erg lijken alsof het nou meer Titans zijn, maar ze allemaal een richting ingaan. Ja. Terwijl dat tweak is natuurlijk heel erg leuk. Ja, oké. Okay. Nou, dat ben ik ook keurig benieuwd naar. Ja, dat wordt nog een tijdje afwachten. Maar goed, er zitten meer andere dingen in. Bijvoorbeeld, iedereen heeft het waarschijnlijk wel in de multiplayer gameplay reveal gezien. Grappling hooks. Ja. Ja. Ontzettend vet. Pilots waren al supermobiel. Ze worden nu nog mobieler aan de hand van. Dus grappling hooks, dat je jezelf heel makkelijk in de lucht kunt lanceren. Je kunt veel makkelijker op hoge plekken komen. Maar bijvoorbeeld, pilots kunnen nu ook slides maken. Een beetje, dat ken je wel van Call of Duty. Als je rent en je bukt in één keer, dan maak je zo'n toffe slide. Nou ja, dat is heel tof voor de mobiliteit van alles. En een heleboel nieuwe gadgets, zoals stun grenades. En grenades waarmee mensen in één keer 0G gaan. En de Titans hebben bijvoorbeeld ook weer trip mines in plaats van alleen maar granaatwerpers en rocket launchers. Dus je hebt gewoon heel veel nieuwe gear erin. Het is gewoon een nieuwe iteratie, gewoon een iets verder een stapje. Dus ja, een stap. Ja, precies. Ik wacht wel op de Titan die iets groter is dan een mens op rollerblades. Of op een Segway. Of op een Segway, daar wacht ik wel. Ja. Een hele mobiele, toffe, vrouwelijke Titan. Ja, een vrouwelijke Titan. Dat had je vroeger altijd in Transformers. Had je 1 vrouw in de groep en dat was een motor. Ja, nou ja. Die konden geen vrachtwagen zijn. Je bent immers een vrouw. Nee, maar ik ben op zich, ja, ik hoop ook wel dat ze er wel met die verdeling van Titans, dat ze wel iets tofs mee gaan doen. En ik hoop natuurlijk wel dat de oude Titans weer terugkomen in hun volle glorie. Want best wel, je wil ze wel kunnen customizen, anders dan... Ja, één dingetje. Anders heb je er 9, dat is zo jammer. Precies. Nog één dingetje, dat was een singleplayer, voelde voor mij... ik heb hem niet gespeeld, hij ook niet, maar wat we op de persconferentie zagen, voelde ik heel lame. Ja. De band die je hebt met je Titan. Ik vond persoonlijk die Storm Reveal... Maakte er een beetje Last Guardian van. Ja. Maar dan een robot. Ja.
Maar ik vond inderdaad, ik was door de gameplay van de multiplayer was ik heel erg benieuwd geraakt naar de story. Nou ja, ik was niet bij die persconferentie, dus ik ben later die story trailer terug gaan kijken. Ik vond het inderdaad ook... Ik vind het serieus bij The Last Guardian al kut en dat is een kip. Kun je nagaan hoe het is met een robot? Dat is een phoenix, man. Oh, sorry. Een kip met een hondenkop. Nee, maakt maar niet uit. Nee, ik vond het inderdaad ook wel een beetje lame. De band die je hebt met je pilot en je Titan, dat zou natuurlijk tof kunnen zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik van die voice acting gewoon heel erg van... Titan, what are your protocols? Protocol 1, protect the pilot. Protocol 2... obey the mission of zo. Dat ik dacht van, ja, dat is gewoon alsof, weet je, dat is dezelfde band die jij met Siri hebt, weet je wel. Dus ja, het is niet dat je dan echt wil zeggen van, nou, ik ben echt verliefd geworden op Siri of zo. Dus dat, ja. Die... Het is ook lief. Het is moeilijk met die story. Dus ik hoop wel dat ze daar iets toffers mee gaan doen dan wat ze hebben laten zien in die reveal van de Ronin of zo heette. Die Ronin trailer. Zo gaat schijnbaar het verhaal heten. Ik ben benieuwd. Maar okay. De multiplayer zit in ieder geval wel aardig in elkaar. Mits ze nog wel even bekendmaken of nog alles wel tweakbaar is zoals het in deel 1 was. Ja, en als je nog meer van de game wil weten, dan staat er natuurlijk een geschreven preview voor je klaar op gamers.nl. Als mede alle trailers waar wij het hierover hebben gehad. En dat was het. Tijd voor 2. Hij komt eraan. Eind dit jaar. People like you always want to be the hero. The problem with being a hero is you have to be willing to die for what you believe in. If I were you, I wouldn't try so hard. You'll live longer.